Deze bike, jongens, die trekt echt goed op, zo. Oh nee, het is koud. Oh, straks op mijn... gsm gezien. Nee, op mijn auto gezien. Nee, in mijn auto gezien. 4 graden. En weet dat ik hieronder gewoon een t-shirt aan heb. En dat de clip van mijn helm niet eens helemaal dicht kan. Alhoewel. Nee, die gaat niet helemaal toe. Ik weet ook niet waarom. Ik moet thuis nog eens kijken, maar... ik voel het zo dat het niet toe is. Oh, halleluja, na de dagen dat het weer warm gaat zijn. Mijn handen, man. Niet normaal. Hangt bij jullie de kerstverlichting al allemaal en de kerstboom en zo, dit dat? Bij ons is de kerstboom al wel al gewoon de kerstsfeer, vind ik altijd tof. Ik heb zelf het initiatief genomen dit jaar om de kerstboom te zetten, anders kwam toch niemand met dit idee. En trouwens jongens, als jullie het leuk vinden dat ik in de avond ga rijden en zo, laat me dan zeker weten, dan zorg ik... Oh nee, je kunt daar goed binnen kijken. Dan zorg ik wel dat ik vaker in de avond ga rijden voor... jullie, ja, ik vind het ook sowieso tof, hè, anders zou ik zelf niet rijden. Maar laat mij gewoon weten in de comments. Night rides, good or bad. Ik voel mijn benen niet meer in deze kou. Ik ga straks weer tintelen. Kent je het gevoel zoals je van iets heel koud... Oh, oh, wacht, ons ook nog. Als je van iets heel koud naar iets heel warm gaat, als je gewoon warm gaat... en dat je huid, of ik weet niet wat je heeft, of I don't know, daar gaan we wennen. En dat is, oh, dat voelt zo raar. Dat tintelt dan helemaal en zo. Oh, man. Ik denk dat ik iets heb gedaan. Oh, shit. Oh, dat is k***. Ik heb straks iets over vallen. K***, man. Ik zal erbij nog... Oh, ik dacht echt... Kijk, twee aparte sleutels. Eén voor de garagepoort, één voor de andere garage waar mijn motto in staat. Ik dacht even dat ik ze verloren had, mannen. Nu ook wel zien dat ik ze goed in mijn zak steek. Dat ik ze hier namelijk niet verlies. Hartstilstand bijna hier. Oh, wacht, ik even mijn handschoen uit doen om zeker te zijn dat ik ze echt goed heb ingestoken. Even hartstilstand. Wacht even dat ik mijn sleutels kwijt was. Nee, ik controleer altijd mijn zak als hij toe is, hè. Voordat ik rij. Besef. Waarschijnlijk omdat ik nu gewoon een opname doe. Dat ik extra... Hoe zeg je dat? Allee, dat ik gewoon niet oplettend was. Wow. Ja, ik moet de bike nog leren kennen. Mensen, dit is don't blame me. Als mijn draaiingen nog niet goed zijn ofzo. Oh, ik hoop ook niet dat dat mijn nummerplaat is dat gevallen was. Want die zit ook raar vast. Wel goed vast, dat kan ik wel zeggen. Bij het tankstation. Oei. Even kijken, gewoon. Als we een nummerplaat. Nog een ophangt. Even kijken, wacht, even neutraal. Ja, mijn neutraal lampje werd ook al niet meer. Ja, hangt er nog op, mensen. Hangt er nog op. Zijn we still recording of niet? Hou goed eens even checken, hè. Zien jullie zelf. Hey. Nee, guys. Maar ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Laat dan zeker een like achter. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie sowieso bij de volgende video terug, hè, guys. En dan, ja, jullie wel uit.